Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Holland Casino, Always Online, Wijmans Media Groep, Weekend, Vriendin, Actueel en de gemeente Valkenburg. We call it a trap. Welkom bij de eerste aflevering van The Dream. De docushow die u een kijkje geeft achter de schermen van het leven van René Schumann en Angel Eye. René Schumann is ooit begonnen in de Soundmix Show in de jaren 80. Door dit optreden werd hij in één klap een idool. Duizenden optredens, vele hits en vele fans. Nou, ik was 17 jaar, dus toen ik de eerste keer op televisie was. Best wel nerveus, om maar zo te zeggen. Ik bedoel, ik realiseerde me heel goed van, ja, het kan goed gaan, maar ja, het kan ook fout gaan. En iedereen heeft zijn dagen, weet je wel. Dus ik heb mijn best gedaan en op een of andere manier sloeg het in als een bom. Hey, vertel eens, hoe oud ben je? 17. 17, ja. Hey, en wat wil je gaan doen? Wat doe je nu op dit ogenblik? Ik zit nog op school, op de HAVO. En ik wil echt iets in de muziek gaan doen. In de muziek, ja. Je bent een talent. Ja, vind ik wel. Ja. En als je een idee voelt, dat doe het toch eventjes. Hey, maar wat ga je doen? Elvis Presley. Ja, ik vroeg het, maar ik zag het al een beetje. Echt een Elvis kopje aan. Hè? Daarna kreeg ik heel veel telefoons van verschillende mensen. Mensen uit het vak. Producers, plaatfirma's. En werden we voor de leeuwen gegooid, want de optredens stroomden binnen. Ik moest keuzes maken, ik bedoel, ik was 17, maar ja, ik moest toch allemaal keuzes maken. Met wie wil je gaan werken en op wat voor basis baseer je dat, ja. Pittige beslissingen voor iemand die heel graag in muziek verder wilde gaan. Alleen ja, het was toch het beginpunt. Toch was hij altijd op zoek naar iets wat hij niet vond. Totdat hij in het jaar 2000 artiesten en producer Angel Eye ontmoette. Ik denk dat ik altijd van kind af aan een soort eigen wereld heb gekend. Die alles met muziek te maken had. Ik bedoel, ik was sinds jonge leeftijd gefascineerd van muziek en mensen die optraden. Wat het deed met het publiek, mensen die, fans, bijvoorbeeld in de stijl die ik erg lief had, de muziek van Elvis Presley, rock'n'roll. Ja, de fans waren toch een belangrijke schakel en iets voor mensen te betekenen, dat leek me wel een uitdaging op muzikaal vlak. En in mijn gewone dagelijkse leven, ik was feitelijk op zoek naar een soort partner in zowel de muziek als ook privé natuurlijk. En ik heb dat eigenlijk gevonden in Angel Eye, die ik op een gegeven moment op televisie zag. Ik werd getipt van, hey, zet even je tv aan. En bij de collega's zeg maar, van de regionale tv L1 was een documentaire op televisie van Angel Eye. En ze kwam meteen binnen met een of andere gigantische gitaarsolo, weet je wel. Ja, dat viel gewoon op. Toen ben ik eigenlijk meteen in de telefoon geklommen en heb ik gezegd van nou, ik probeer ze meteen maar te bellen. Ja, de telefoon ging en ik kreeg René eraan. Ik denk ja, wat zal dat weten? En hij belde op en hij wilde graag afspreken. Ik zeg ja, is goed. Wanneer? Nu? Ik zeg ja, nu kan ik niet, weet je wel. Dus toen hebben we afgesproken en het grappige was, ik was meteen die eerste afspraak, was het te laat. Ik had nog een afspraak ergens en drie keer opgebeld. Ik ben een uur later, ik ben een uur later, ik ben een uur later. Het was wel het was een hele speciale ervaring dat we elkaar hebben leren kennen. Want zeker nu, 7 jaar later, we zijn nog steeds bij elkaar. We zijn echt iedere dag en nacht samen. En we hadden wel meteen het gevoel dat we voor elkaar bestemd waren. Our love is in the garden.
Angel Eye is sinds haar vroegste jeugd bezig met muziek en ging al op vroege leeftijd het muziekvak in. Ja, mijn moeder die zat dus vroeger in de muziek. Die was professioneel bezig als zangeres, samen met mijn tantes. En die hadden een groepje en dat heette de Pearl Sisters. Mijn opa die maakte de arrangementen en broers die zaten allemaal in het orkest. Dus het was een heel gezellige boel, een close harmony groepje. Ze zijn ook een paar keer op landelijke televisie geweest en zo. En het was echt in de 60's, 1961 tot 1969 zijn ze bij elkaar geweest. En zodoende heb ik natuurlijk best wel veel van thuis meegekregen over muziek. En we hadden een groot voordeel, want er waren instrumenten, er werd altijd gezongen. Het was altijd muziek wat de klok sloeg. Zeer gepassioneerd produceerde ze vele cd's voor andere artiesten en had hits in Nederland en België. Ja, ik heb het leuke van mijn verleden is dat ik heel veel verschillende dingen gedaan heb in de muziek. En dat betekent dan van een klassiek orkest, van een symfonieorkest waar ik dan meespeelde, tot een hardrockband die ik produceerde. Een hardrockband die op Pinkpop heeft gestaan en platen geproduceerd die in Amerika is uit geweest. Maar ook dance dingetjes. Dancemuziek die in België in de top 40 gestaan heeft, of in de ultratop heet het dan in België. En ook een dingetje wat in Spanje best wel bekend is geweest. En zelf heb ik ook een platencontract gehad in België bij EMI. En dan ben ik natuurlijk ook zelf de artiest, dan zing ik ook een liedje en dan sta ik ook in beeld ermee. Maar ik vond het altijd heel erg leuk om ook achter de schermen te werken en voor andere mensen, om andere mensen juist heel goed uit de verf te laten komen. Tiger Tiger was een hartstikke mooi project waarbij de muziek gebaseerd was op de muziek van Phil Spector. Hij heeft eigenlijk de muziek op een bepaalde manier een hele belangrijke klank meegegeven, die popmuziek van de jaren 60. Nou, Tiger Tiger was erop gebaseerd en het leuke is, het clipje is ook echt 60's, de klanken zijn 60's. De muziek, het leuke is, dat was geschreven door de schrijver van Robbie Williams. Echt een heel goed nummer, I'm So High, en ja, het knalde er meteen in. Samen hebben ze al vele optredens gedaan, maar op 16 augustus van dit jaar gaat er wel iets heel speciaals gebeuren. Wij zijn bezig aan een gigantisch project op 16 augustus 2007. Dan is het precies 30 jaar geleden dat Elvis Presley is overleden en wij hebben gezegd dit jaar, nou, we laten het niet zomaar voorbij gaan, we gaan er echt iets moois van maken. We weten uit ervaring dat er heel veel liefhebbers zijn van rock'n'roll en natuurlijk van Elvis. En die man heeft toch heel veel betekend, voor mij persoonlijk, maar ook voor de hele muziekwereld. Als je bekijkt hoeveel mensen beïnvloed zijn door zijn muziek, dat zijn er enorm veel. En ja, ik vind het tof om met die muziek andere mensen ook blij te kunnen maken. Dus Angel en ik hebben gedacht, nou, we gaan echt een grote happening neerzetten in Valkenburg, in het Kuurpark. We hebben super partners, van de gemeente Valkenburg tot Holland Casino, tot een hele hoop media partners ook. Het is een helemaal te gek programma. Uit Amerika komt Wanda Jackson over. Wanda Jackson is een artiest die vroeger met Elvis op tournee is geweest. En hij heeft ook een affaire met hem gehad. Nou, dat is op zichzelf al spannend natuurlijk, want zij komt naar Valkenburg en ze zal ook wat gaan vertellen over haar relatie met Elvis. Peter Koelewijn is van de partij. Peter is iemand die toch aan de grondslag staat van de Nederlandse rock and roll. En is ook een hele toffe gast, om het maar zo te zeggen. Daar gaan we mee optreden en Daniel Dekker van de Tros, die komt presenteren. Daniel is iemand die weet natuurlijk hoe de gouden hits, om het zo te zeggen, moeten klinken. En we zijn heel trots dat we hem ook kunnen ontvangen. Maar voordat het zover is, moet er op organisatorisch gebied nog veel gebeuren. Maar ook de optredens in het land gaan gewoon door. Hoe ze dit allemaal gaan combineren, dat zie je de komende weken in The Dream.